Dag mensen, vandaag ben ik een heks en ik zal vandaag jullie vertellen alles over bijgeloof. Eerst zal ik beginnen over mijn bijgeloof en dan zo hoe dat is ontstaan en zo typische dingen. Dat lijkt me het leukste. En zoals jullie zien is mijn kraai Carlos er ook vandaag bij. Oké, waar begin ik? Zoals jullie weten, er zijn veel bijgeloven en soms sommige mensen denken van ik ben totaal niet bijgelovig, echt in niks. Maar je bent bijgelovig. In sommige dingen, ik zweer het u, ook al is dat niet niks geloven, dan geloof je nog steeds in dat je niks gelooft. Oké. Ten eerste, waar heb ik echt dingen van wauw, ik ben gewoon bijgelovig en ik wil dat zo blijven. Omdat ik vind, dat is positief. En als je een zwak moment hebt, zoals de oermensen hadden, dan kun je altijd zo je sterktes, uit je zwakte, je sterkte halen. En je vindt ook een stuk troost erin als je in iets gelooft. Als je het moeilijk hebt en zo. En het heeft ook een placebo-effect. Wat is een placebo-effect? Dus bijvoorbeeld, je zegt naar iemand van hier, een pintje, er zit superveel alcohol in. Maar eigenlijk is dat zonder alcohol. En die begint echt wel zich zo beter te voelen en zo. Van jee, nu kan ik dansen, nu kom ik los. Jee, ik heb echt al drank nodig om los te komen en zo. En er zit geen alcohol in, dat is het placebo-effect. Je denkt, je gelooft echt in dat er zoiets in zit, dus je begint los te komen en tararara, en je vindt het leuk en zo. En in geloof is dat ook zo, dat is ook een placebo-effect. Het geloof in iets bekrachtigt de uitkomst of de toekomst. Dus als je denkt later hè, het kan me niet schelen wat mensen denken, ik ga rijk worden, ik ga gelukkig worden. Ook al was mijn verleden anders of zo van die dingen, dan gaat dat allemaal gebeuren. Het gaat allemaal perfect zijn met u. Het gaat allemaal gebeuren. En zo wil ik eigenlijk een verhaal vertellen over mijn zus. Zij had een boek gekocht. The Secret. Het is echt een superboek van Rhonda Byrne of zoiets. Maar ik kan eigenlijk niet zo goed lezen. Het is echt een superboek, maar The Secret. Onthoud het. Het ziet er zo uit. Het gaat eigenlijk over als je echt in iets gelooft, dan gaat dat uitkomen. Dat gaat gewoon uitkomen. Je moet er gewoon echt volledig achter staan en volledig in geloven. Gewoon geloven. Net zoals mensen geloven in dat sommige mensen hun kunnen genezen en zo. Dat er bepaalde echt genezers zijn zonder geneeskunde. Ze geloven daar zo hard in dat hun lichaam en geest gewoon de magie eigenlijk. Ja, ze doen. Ze brengen iets in werkelijkheid wat eigenlijk normaal niet zou kunnen. Dus mijn zus had het gelezen, heel die boeken uit. En ze dacht op een dag, oké, ik zal beginnen met iets. En ze dacht van, ik wil geld vinden. Ik wil waardevolle dingen vinden. Ik wil dat gewoon vinden. Het was vrijdag de 13e. Ik zwans echt niet. En ze was aan het stappen. En kijkt ze op de grond. Wat is dit? Ah, 20 euro. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Dan stapt ze verder. Kijkt ze weer. Oh, wat is dit? Nee, blind. Wat is dit? Nee, dames en heren, het was geen diamant. Het was een horloge van Dolce & Gabbana ter waarde van 350 euro. Ze dacht eerst dat dat misschien fake was of zo. Ze was naar de winkels gegaan en zo. En dat is echt allemaal, weet ik veel, zwaar. Of ik heb zo van die steentjes. Echt, ja. Dus als ik jullie was, koop deze boek. Dan, sommige mensen geloven zo in voodoo-poppen, maar waarom houden sommige mensen zich daarmee bezig? Het begint meestal bij de vrouwen. In een samenleving waar vrouwen onderdrukt worden en waar ze eigenlijk bang zijn van de mannen. Dus wat doen ze om eigenlijk dat te onderdrukken? Beginnen ze voodoo-poppen te maken, en zo zien van die landen zoals Afrika en zo. En ze beheersen op die manier, door de magie, de mannen. En dan beginnen ze, you asshole. En zo van die dingen doen. Er waren echt een paar keer dat ik echt een voedepop wou maken van bepaalde personen. Ik heb me ingehouden. En dat zal ik altijd doen. Want ik geloof in aura en in karma en zo. En ik zal geen moeite doen. Het zal allemaal terugkomen. Als je gemeen tegen mensen bent, het zal u terug. Bij je terugkomen. Dan een droomvanger. Deze heb ik gekregen van een vriendin. Dus mensen geloven erin, dus als je dat zelf maakt, dat door die droomvanger de dromen komen. De goede en de slechte. Wat gebeurt er met de slechte? Ze worden gevangen hierin.
hier rond, een soort spinnenweb. Maar de goede dromen komen hier door deze gatje. Hier is eigenlijk geen gatje, maar er zit een parel in. Maar de dingen is, de dromen komen dus daardoor. De goede dromen. En ze geraken dus binnen bij de mens. Er zijn ook van die poppetjes. Oh, dat heet slaappoppetjes of weet ik veel. Van die kleine poppetjes die geen zo van die winkels vindt. Ja, van... zo voor goede doelen, voor andere landen te steunen en zo. En ik had dat eens gekocht. Want ik had echt nachtmerries, last van nachtmerries. Ik had dat gekocht, ik deed dat onder mijn bed, onder mijn kussen. Ik had echt de ergste nachtmerries ever. En dan was mijn theorie van... waarschijnlijk waren dat zo mensen van Peru, want er komt die geloven zo van Peru. Dat die kindjes die zo die kinderarbeid moesten doen, dat die zo gefrustreerd waren. Dat ze wisten dat naar het Europa en zo zou gaan. Dat ze daar echt zo die slechte spreuken bij deden. Natuurlijk is dat niet waar, maar... Mijn ding. Dan. Dus ik dan sommige mensen geloven in aliens, maar dat is niet mijn ding. Dus ik ga daar ook niet echt verder over vertellen. En ook in Monster van Loch Ness. Maar ja, dat is ook niet mijn ding. Dan iets leuks van mijn moeder. Eén keer zat ik met mijn moeder in een bos en ineens stopte zij bij een grote, dikke boom. En dan gaf ze die ineens een knuffel. Ik dacht eerst van, oh my god. Ik dacht eerst van, oh my god, wat doet zij? Ik schaamde mij eigenlijk een beetje. Dan vertelde zij, je moet altijd als je een hele, hele, hele dikke boom ziet, dan moet je die knuffelen. Want het zou geluk brengen. Het zou zo goede, positieve energie van deze boom bij u brengen. Dus vanaf nu doe ik dat ook. Altijd als ik een grote boom zie, natuurlijk niet op straat. Want ja, ze hebben dat ook niet van die dikke bomen. Dan pak ik die schoen vast en dan geniet ik er even van. En vele mensen geloven ook dat bepaalde stenen, en zoals kristallen en zo, dat dat goede energie brengt. En andere mensen mogen dat ook niet aanraken, want dat zou die goede energie wegnemen. Dus als iemand een mooie kristalketting aan heeft met een kristal of weet ik veel, raak dat niet aan, want dat neemt de goede energie weg van de mensen die dat dragen. En dan nog twee dingen. Ik heb ook twee boeken gelezen. Vroeger, toen ik klein was, ik weet niet, van mijn 9 tot mijn 16 of zo, las ik echt superveel boeken. Maar echt zo, gewoon elke avond zat ik echt gewoon in plaats van tv te zien. Of weet ik veel, mijn moeder zei, kom eens mee kijken, dit of zo. Nee, ik was echt zo in de boeken. En ik las ook eigenlijk boeken over magie en over beschermengelen en zo. En dan is er een boek die ik echt heel leuk vond. Gids. Dat is eigenlijk voor volwassenen, maar ik las die echt 2 keer of 3 keer. En dat is eigenlijk hoe je in contact komt met je gidsengids. En die gidsengids, dat is een beschermengel. En sommige mensen hebben er 2, sommige hebben er 3. Maar die beschermt u dus tegen kwade. En ik wou er echt in contact mee komen, maar dat lukte mij niet. Maar ik vind dat ook niet zo erg, want ik was ook veel te jong. En op deze moment... hoeft het eigenlijk voor mij ook niet. Alles ligt in een goede plaats bij mij. Toen had ik misschien als kind ook veel vragen en zo. En puberteit. En ik weet niet, ik voelde mij misschien niet goed in mijn vel en zo. En dan wou ik zo troosten, dat ik veel zoeken en antwoorden over de toekomst. Bij geloof en zo. Alleen bij zo'n gids. En dan heb ik hier een boekje. Waar ik zo 41 bij geloof. Ik heb eigenlijk veel meer heb opgeschreven waar ik in geloof. Even zoeken. Echt, hè. Bijvoorbeeld, ik geloof dat mensen in dieren kunnen... ja, zo'n beetje in hokjes kunnen verdeeld worden. Zoals, er zijn hondenmensen en kattenmensen. En er zijn... knaagdiermensen en zo, van alles. Maar en meestal kan ik dat echt zo meteen zeggen. En meestal is dat de lievelingsdier van die persoon. Dat is echt kei raar. Maar dan doe ik alsof ik zo een gave heb van te zien welke huisdieren ze eigenlijk hebben. Maar eigenlijk, ik zie dat gewoon welke persoon welke dier is. Ik zeg dat en dan is dat ofwel de lievelingsdier ofwel hebben ze dat gewoon in huis. En dat is echt specifiek. Oké. Dus de verschillende bijgeloven die ik heb. Ik had het en nu ben ik het terug kwijt. Dus dat was mensen. Dan geloof ik ook dus in eeuwige liefde. Dat was ook een boek die ik had gelezen. Dus ik geloof dat wij allemaal zielen hebben.
En die zielen die blijven voortbestaan, ook al gaat onze lichaam dood. En, oh my god, waarom vind ik dat niet? En dus wij blijven altijd zo, personen van wie we houden, blijven altijd in, ook in onze volgende levens bij ons. Bijvoorbeeld, als ik nu in mijn vorige leven een man was, was mijn moeder mijn huisdier of zo, maar we blijven altijd zo bij elkaar in dezelfde kring. Waar geloof ik ook in? Dat je je nagels niet mag knippen s'avonds. Dat is eigenlijk van mijn moeder, ik heb dat overgenomen. Maar, ah ja, en dan zo mijn bijgeloof, altijd voor een examen knip ik nog mijn nagels. In de periode van, ah ja, ik heb begonnen met deze vak te studeren tot dan. Omdat ik denk van, oh nee, ik knip die verstand die ik geleerd heb eraf. Dus, en dan ook als je een ziekte wilt tonen op jezelf, van ah, ik heb dat op tv gezien en die had dit, oh mijn god, dat is zo vuil. Toon dat nooit op jezelf. Klop, en als je dat toch doet, klop 3 keer op hout, want dat zou ook ongeluk brengen. Wat ook mijn ding is, zelf uitgevonden. Elke keer als ik een centje zie op straat, ook al is dat 1 cent, 2 cent, dan moet ik dat echt oprapen. Want dat zou mijn dag goed maken en dat hangt ook zo af. Allee, zo, oh, ik heb echt, allee, ik heb echt al momenten gehad dat ik dacht van, wow, dat is echt toeval, dat is net deze cijfer. En dat zo'n betekenis, zoals mijn eerste kus, ik vond 2 cent op 2 minuten voor mijn eerste kus ever. En ik vond dat niet, er kwam een meisje naar mij toe in Berlijn en die zei van, ah hier, 2 cent, is dat van u? Oké, wie komt er 2 cent naar u brengen om te vragen, is dat van u? Hoe raar is dat? En toen dacht ik, oh my god. En toen had ik die geloof al en dat is echt ondertussen 2 jaar geleden of zo. Oké. Dus muntjes, ik verzamel dat. Dus ik heb ook al soms dat ik zo 1 cent moet oprapen. Maar ik moet dat echt doen, anders is mijn dag slecht. By the way, ik heb vandaag ook 2 keer een bronzen cent gezien. Maar ik had het durfde het echt niet op te rapen, omdat er echt te veel mensen stonden. Ik geloofde er ook in dat liefde deels erfelijk is. Zoals, mijn moeder had geen ongelukkige huwelijk. Of ook, zij heeft zelf geen huwelijk gehad, dus ik ga dat ook nooit hebben. Maar ik verbreek die regel, want ik heb de man van mijn leven ontmoet. En ik wil echt niet in dat geloof geloven. Ik wil gewoon mijn weg opgaan. Ik wil die geloof verbreken. Wat doe ik als ik liefdesverdriet heb? Ik doe dan rode lippenstift op en ik voel me dan echt zoveel beter. Ik voel me dan echt van, ja, ik ken echt alles aan, ik ben sterk en voelt alsof ik er zo'n beschermkring rond me is. Voor je vertrekt, kijk in de spiegel, dat zou ook geluk brengen. Geld wisselen 's avonds of teruggeven of zo mag ook niet, dat zou ook ongeluk brengen. Zegt mijn moeder, misschien konden ze geen geld wel geven 's avonds. Als een vogel op je kijkt. Veel mensen denken van, eeuw en zo, lalala. Ik ben altijd super happy. Allee, meestal kijk ik die dan zo op mijn fiets of zo. En dan was ik altijd, yeah! En dan keken mensen van, oké, je bent echt raar. Je bent echt gek in je hoofd. Maar ik was, ik word rijk, want dat brengt geld. En meestal bracht dat mij werk of geld. Dus echt zalig. Paraplu openen, binnen, mag niet, brengt geen geld. Dan, als je droomt over honden, oude huizen, knaagdieren, dat is echt geen goede teken, maar als je droomt over vliegen en zweven, dan is dat keigoed. Als je neus jeukt, zoals nu bij mij, iemand praat over jou. Ik wil niet weten wie, maar ik hoop dat dat positief is. En dan, als jouw oren gloeien, dat betekent dat iemand aan je denkt. Als ik een kraai zie, en zoals meneer Carlos hier, dan, ik weet niet waarom, maar dat is ook mijn eigen bijgeloof. Ik vind dat echt zo, oh nee, dat is echt zo, dat staat echt over de dood, want dat eet zo aas en zo. Dus dan spuug ik 3 keer op mijn linkerschouder en ik bied van, oh nee, please, God, laat niks slecht gaan. Ik geloof ook dat er in elk huis een geest is die dat huis beschermt. En een wimper op je kaak brengt, je moet een wens doen. Meestal, ook als kind, koos ik ook de grootste ster aan de hemel elke keer voor ik ging slapen. En ik deed 3 wensen. Of ik zat er tegen te praten, vooral tegen de maan en zo. Een dode en een zieke mag je ook niet spelen. Dit was deel 1. Vol, kijk naar deel 2, want daar komen ook nog heel veel leuke nieuwtjes. Tadaa!